Leuk. Hey, en het is woensdagavond, dus dat betekent... What the fake? Thank you, Bido. Dat is de rubriek waarin we op zoek gaan naar fake nieuws. Welk nieuws is volledig uit de duim gezogen? Welk nieuws is net een beetje verdraaid? En welk nieuws kun je bijna niet geloven, maar blijkt toch echt waar te zijn? Dat onderzoek ik samen met Vincent Evert. Zij is van defactclub.nl. Vincent, goedenavond. Hey, goedenavond, Frank. Ja, laten we beginnen bij tandpasta, waar fluoride in zit. Dat zou slecht zijn voor je gezondheid. Klopt dat? Ja, want volgens deze website zit er rattenvergif in, kakkerlakkenpoeder en nog heel veel meer van dat soort zaken. En ik wil wel even zeggen, fluoride is wel een hele oude klassieke fake news. Want die kennen we al zeg maar 20, 30 jaar. Dus wat dat betreft is het zit een heel klein beetje in het drinkwater, niet in België, maar wel bij ons. En er is ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Maar volgens deze klassieke website is er allemaal giftige waarheid voor fluoride. En je wordt er echt helemaal bang van gemaakt dat je echt vol wordt gestopt met allemaal slecht spul. Maar het is fluoride helpt gewoon ontzettend goed om de hardheid van het glazuur te versterken. En het is in zoveel landen, in zoveel producten is het geprobeerd, is het onderzocht, dat dit is echt gewoon niet waar dat het rattenvergif is. Of dat er op andere manieren zeg maar je tanden er helemaal kapot van kan gaan. Het is ongeveer 30% minder gaatjes. Dus dat is echt gewoon hartstikke nuttig. Het is niet een zilveren bullet, maar het is hartstikke nuttig. Dus vanavond kunnen we gewoon weer veilig onze tanden poetsen. Niets aan het handje. Fluoride valt allemaal reuze mee, is geen gif. Dan, de grote gele supermarkt zou sjoemelen met plastic hoezen op de weegschalen. En daardoor zou het wegen van fruit altijd net iets duurder zijn. Dus uiteindelijk betaal je gewoon eigenlijk iets meer bij die supermarkt als je weegt. Klopt dat? Oh, ja, dat is ook weer... Hoe kun je nou weer een probleem maken? Door een TikTok-filmpje daarover te maken en dan iedereen helemaal gek te maken. En waar gaat het nou eigenlijk om? Als je bij die weegschalen komt, dan zit er een plastic bakje op. En dat plastic bakje, dat is eigenlijk gewoon zodat je het erin kan leggen en dat het beschermd wordt. En dan hebben ze zo die weegschaal zo afgesteld dat als dat erop zit, dat het dan 0 gram is. Ja, ja. En als je dat eraf haalt, dan is het dus... Dan, als je dat eraf haalt en dan het fruit erop legt, ja, dan begin je met min 10 gram. En dan is het wel goedkoper, maar het is absoluut niet leugens en bedrog. Het is gewoon het Tara-gewicht is ingesteld. Het is een hele normale manier van werken. En nadat een heleboel mensen die TikTok-filmpje hebben gezien, hebben een stuk of 10, 15 mensen dat geprobeerd. En ook serieuze journalisten. En dat blijkt dus inderdaad niks van waar te zijn. 0 gram is echt 0 gram en ze wegen het goed. Maar je kan het ook gewoon prima zien op het schermpje, toch? Dat is al verder niet heel... dat is geen rocket science, toch? Het is geen enorme diepe analyse die je daarvoor nodig hebt. Nee. Tot slot, een theelepel honing zou zeer doeltreffend zijn tegen een kater. Nou, dat zou toch wat zijn. Dat zegt de Belgische website kotplanet.be. Klopt dat? Klopt dat verhaal? Nou ja, als ik kijk naar professor Hans van Vlierbergen, dat is dan een professor in het darm-leverarts van het UIC in Gent, die zegt, hoeveel onzin kan er in één artikel staan, zegt hij. Daar word ik echt helemaal gek van. Want ja, alcohol, die zorgt er eigenlijk voor dat je uitgedroogd bent. Dus het beste wat je kunt doen is heel veel drinken. Water. Ja, water. En dat moet je gewoon. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En het bestond ook nog in het artikel dat naast het honing moest je ook eieren eten. Nou, dat was inderdaad ook volstrekte onzin. Dus helaas is er geen magic bullet om op een gegeven moment door middel van honing je kater weg kwijt te raken. Je moet gewoon heel erg veel drinken. En het is wel zo, als je eerst voordat je alcohol gaat drinken een vette maaltijd neemt, dan heb je er minder last van. Dus dat is een beetje het omgedraaide wat er eigenlijk bedoeld was. Maar het is niet nuttig om gewoon een bak met honing leeg te gaan drinken nadat je gewoon zat komt binnenwandelen. Sorry, dit zijn allemaal 3 keer dingen die niet waar waren. Jammer, want ik heb namelijk al behoorlijk wat honing voor dit weekend ingeslagen. Ik denk, nou dan... Helaas. Je hebt ons weer uit de droom geholpen. Vincent Evert van defactclub.nl, dankjewel. Volgende keer beter. Hoi.